Lekker zeven allemaal, maar yo mensen, mijn naam is Kastie op. En welkom terug bij jouw commentary op Knife 2 Commander. Wat zijn we hier allemaal aan het bezig? Zie ik hier ergens enemies? Ik heb geen flauw idee, maar dus zoals ik al zei, yo mensen, mijn naam is Kastie op. En godverdomme. Nou, even Battlefield 4 te hebben gespeeld. PlayStation 4 ben ik gewend dat als je beschoten wordt, je een kans hebt om te overleven. Maar nee, welkom bij Call of Duty Ghosts! Waar je na één kogel doodgaat. Nee! En honden rondlopen rond de map. Tuurlijk, ranked up, motherfucker. 1 level dichter bij Knife 2 Commander. Maar als ze mijn intro's niet laten afmaken, ga ik iedereen zo dadelijk vermoorden. Want ik heb mijn intro's nog steeds niet gezegd. Maar jongens, oh godver, weer al. Dood en weer al mijn intro's niet kunnen zeggen. Dus nogmaals, yo mensen, mijn naam is Kalsio. En welkom terug bij een nieuwe Knife 2 Commander. Vandaag spelen we Team Deathmatch op. Team Deathmatch op de map. Ik ben een naam vergeten. Sovereign? Nee, Sovereign is iets anders. Weet ik veel, die map noemt een of andere kutmap met zand en weet ik veel wat. Ja, hond. Ik heb het spel voor 3 weken of 2 weken niet gespeeld. Ik start nog geen 2 minuten op en ik ben het al beu. Maar dat is wat ik wou zeggen. Welkom bij Knife 2 Commander. Vandaag heb ik een speciale episode voor jullie. Aangezien ik vandaag met de PlayStation 4 controller speel op de PlayStation 3. Dus ik heb misschien een beetje... Oh, what the fuck zit hij daar te doen? En dit gaat erover. Jongen toch, man. Minigun. Preferred weapon minigun. Alsof ik ooit een godsamme minigun heb gebruikt. Hopelijk haal ik nu wel een fatsoenlijke game. Want ik speel met de PlayStation 4 controller op de PlayStation 3. Wat fucking epic is. En ik ga vandaag uitleggen hoe dat allemaal zit met die controllers. Want veel van jullie hebben geen PlayStation 4. Spijtig genoeg. Maar willen toch wel weten hoe de controller... hoe die functioneert. Want iedereen zegt het is de meest geweldige controller ooit. Bla bla fucking bla. Het is zo geweldig dat zelfs de mama's het gebruiken. Want die heeft extra vibratiefunctie of wat de fuck dan ook. Maar maakt niet uit. De controller zit goed. Het zit heel goed in je handen. Maar ik vind het eigenlijk onhandig. Ik speel beter met de PlayStation 3 controller. Want die is kleiner. Ik weet niet. Misschien heb ik kleine handen. Maar zo kleine handen heb ik niet. En volgens mij hebben we de... Nee, we hebben geen First Blood. Spijtig genoeg niet. Of toch wel. We hebben de First Blood. Nice. De controller ziet er mooier uit. Ziet er sterker uit. Zit... What the fuck, man? Yo, dat was echt niet expres. What the fuck, man? Wow, godverdomme. Eigenlijk was dit de grootste faal ooit. Maar dat komt omdat ik de PlayStation 4 controller nog niet gewend ben. Zoals ik al zei, ik ben redelijk slecht met een PlayStation 4 controller. Ik wou aimen dan! Bullseye, motherfucker. We staan wel 4 op 2, dat is een kanaal van 2, dat is fucking pro, maar... Het kan wel beter. Als we zo dadelijk... Hier eentje gaan moeten neerknallen. Wacht hier. Wacht. Bullseye. Waar is nog? Wow. Wat was dat, man? Ik stikte door mijn eigen lach. Geweldig. Oh. Daar, nee, daar is niemand. Godverdomme, ik ben pro. Een paar zijn er enemies misschien. Succes tegen 6. What the fuck? Kik. Ah, Mongol. Oké, set komen. We zijn een beetje aan het camp, maar dat mag wel. Het is Knife the fucking Commander. Ik mag alleen mijn mesje gebruiken. En die anderen mogen alle wapens gebruiken. Oh my god, dus die hebben van wel. Godverdomme, zie. En dit is echt zo fucking... Godverdomme, ja, tuurlijk. Langs achter. Homo. Het is laat in de avond, mensen, dus... misschien is daar... Oh, maar dat ik slechts te spelen, ik weet het niet. Maar nu, hopelijk, een tweede game. Tweede kans en fucking, hopelijk, 2 keer zo'n goede score als de vorige keer, niet? Laten we hopen. En nu moet ik koesten. Bullseye. This is Sparta! Damn it, jongen, ik ben goed. Hou me tegen. Want ik ben te goed. Tuurlijk, ik zat nu eens op een mooie streek, godverdomme.